wel thuis. Kijk, het is helemaal één kleur. Goedemorgen. We zien uw vlag, dus we dachten, we gaan jullie verrassen met een heerlijke taart. Ik ben nog niet helemaal gewassen, maar ik keek op de wekker. Ik dacht, het is 7 uur. Ik denk, ik ga de vlag ophangen. Nou, alsjeblieft, een hele fijne dag en geniet ervan. Dank u wel. Fijne koninginnedag. Dank je wel. Dag allemaal. Echt oude is de trek dan, hè? Bonken. En doe het duur. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dat is leuk. We hebben een hele mooie vlag zien hangen. Dus ja, we dachten, we gaan jullie verrassen. Heerlijk. Met een lekkere taart van de Hameling. Ben ik blij mee. Ja? Eet smakelijk en een hele fijne dag. Van hetzelfde. Bedankt. Goedemorgen. Hallo. Van de Oranje Vereniging heeft de vlag met wimpel. Ah, heerlijk. Dank u wel. Ja, ik was om 6:30 op. Ik kom om 6:00 heb ik hem opgehangen, de taart. Of de vlag. De vlag. Ja. Heerlijk. Ja. Oh, dank u wel. Een hele fijne koninginnedag. Deze ook bijzondere hele fijne dag. Dag, hè? Okay, ja, veel dank plezier. Oké, okay, Johan, dank u. Dag. We hebben geen reclame, dat moet echt. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, nou, dat is een verrassing. Ik hang net bij je. Goedemorgen. 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 Dat vind ik leuk. Ja? Ja, nou, gelukkig dat je het leuk vindt. Dan weet ik het zelf ook. Voor het eerst sinds. Hoeveel jaar doen jullie het al? Volgens mij is dit het 25e jaar. Ja, nou, ja. Ik vind het echt leuk. Voor het eerst? Nou, kijk eens aan. Nou, dat is het helemaal. Heel leuk. Dan is het goed verdiend, denk ik dan, hè? Zo lang moeten wachten. Heerlijk. Kijk eens. Dankjewel, dankjewel. En een hele fijne jullie dag. Jullie ook. Allemaal een fijne dag. Joe, tot ziens. Dag. Het zonnetje is er nog niet, maar het wordt vast een feestelijke dag. Hartelijk welkom namens het bestuur van de Oranje Vereniging Baarn en Oranje. En een speciaal welkom aan het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden en de partners. Goedemorgen, hey, namens de Oranje Vereniging. Ja, leuk zeg. Leuk hè, je hebt er vroeger al de vlag uithangen. Ja. Alsjeblieft. Fijn, dankjewel. Tot ziens. Wat een mooie vlag hebt u hangen. Keurig, hè? Nou, zeker. Deze morgen om 6:00 al. Ja? Dat is een beetje erg vroeg, hoor. Ja, ik ben altijd vroeg. Oké. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u. Laat die lekker smaken. Dat zal die zeker doen. En een hele fijne dag. U ook. Goedemorgen. Wij zijn van de Oranje Vereniging en heeft de vlag uit. Ja. Misschien gisteravond al. Vanochtend vroeg. Oké. Alsjeblieft. Dank u wel. En een hele fijne dag. En geniet ervan. Zelf ook. Ja, dank u wel. Dank u wel. Oké. Dag. Goedemorgen, mevrouw. Ik ben nog. Dat is leuk voor de foto. Dat is het leukste. Ja, toch? Dat zijn de leukste mensen. Ja, hè? Ik ga er om 7:00 al uit. Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Dus we belonen u met een lekkere taart van Hamelink. Dank je wel. Om te genieten vandaag. Hartstikke bedankt. Nou, die komt wel op. Vond je het weer gezellig? Ja, heel leuk, superleuk. Oké, volgend jaar weer. Volgend jaar weer. Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes. Goed om te zien dat u weer met grote getalen morgens vroeg hier op de Brink, prachtig versierde Brink staat, voor toch wel een hele bijzondere dag. De laatste koninginnedag, volgend jaar hebben we een koningsdag. En dat is toch, aan de ene kant is het mooi dat we vandaag een inhuldiging hebben. En is er feest, aan de andere kant is het toch ook een beetje verdriet. Dat wij afscheid moeten nemen of gaan nemen van een koningin. Maar ook weer feest, want ze komt weer terug naar Baarn. Naar Lage Vuurse. Dus dat is wel weer heel mooi dat ze weer terugkomt naar haar oude woonplaats, haar geboorteplaats. Mevrouw van Maardenveld zei het al, we vieren al vanaf vrijdag feest. En dat is begonnen hier op de Brink, 2300 kinderen die het Baarns Koningslied hebben gezongen. En dat was één groot feest. Ondanks de regen, al die kinderen die hadden het ontzettend naar hun zin.
En hebben daar prachtig gezongen. En dat geeft toch ook wel aan dat er in Baarn ontzettend veel enthousiasme is om, nou ja, met z'n allen, zeker op zo'n bijzonder moment, een mooi feest te organiseren. Ik wens u allemaal ontzettend veel plezier vandaag. Geniet ervan. Er staan hier schermen, of staat hier een scherm, en in de Pekingtuin staat ook een scherm, dus u hoeft echt niet naar huis. U kunt alles volgen, ook hier in Baarn zelf. Dus blijf vooral hier in het centrum, want er is voldoende te beleven. Dames en heren, ik wilde graag een toast uitbrengen op onze koningin. Leven de koningin! Beatrix is nu 33 jaar koningin geweest. Ja, vrij minister. Wat zou u haar willen wensen? Gelukkig zijn. Ja. Ja, genieten wat ze zelf wil. En niet meer verplichtingen en dan met de kleinkinderen vakantie doen. Ja. Ja, het vindt u er een beetje emotioneel onder? Ja, ja, vind ik wel, ja. Het is toch weer die koningin die we hadden. Ja, nu heb je een prins, hè. Die koning is. Ja. Ja, dat doet me wel wat. Ja, sorry. Dames. Wat hebben jullie voor moois hier? Nou, vooral zij. Zij heeft het allemaal netjes zelf gemaakt. En dat alles voor Sisters Hope. Allemaal? Allemaal. Ja. Wat zijn het? Brosjes. Van de koningin en van onze nieuwe koning en van Maxima uiteraard. Heeft u vandaag iets speciaals in het assortiment? Speciaal voor de koning? Nee, ik niet. Nee, niks geen speciaals. Maar het is wel een hele speciale dag, of niet? Het is een speciale dag, maar ik heb verder niks speciaals. Het is iedere keer Koninginnedag voor mij, dus ieder jaar weer. Dus. Maar is het nou Koningsdag of Koninginnedag? Het is op het ogenblik nog Koninginnedag. Koningsdag is volgend jaar, de 27e. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, druk, gezellig druk, dus dat is leuk. Maar het is minder druk dan andere jaren, of niet? Ja, dat idee heb ik wel. Maar ik denk dat veel mensen daar toch ook even voor de tv toch blijven kijken. Het was toch een beetje de verwachting dat dat wellicht zou gebeuren. Maar ja, misschien dat in de loop van de dag wordt het wel weer drukker. In hoeverre is deze dag bijzonder dan alle andere koninginnedagen? Nou ja, het is natuurlijk bijzonder omdat we de troonswisseling hebben. Dat is duidelijk. En ja, je merkt wel, ook naar gisteravond heb ik naar de toespraak van de koningin zitten kijken. Nou, dat vond ik een indrukwekkende toespraak. Dus dat geeft wel een bijzondere dimensie aan deze dag. Wat heeft u zelf allemaal te doen nog vandaag? Nou, net de opening op de Brink gehad. En dan 11:15 is het in Lagevuurse vlag hijsen. Daarna gaan we naar het Sint-Elisabeth, ook daar weer de vlag hijsen. En even kort met de mensen uit het huis daar spreken. En dan om 12:30 hebben we de onthulling van de Koningslinde in Lagevuurse. En dan is het officiële programma voor mij afgelopen en dan kan ik even mijn eigen ding doen. En dat is? Ja, een beetje rondlopen.
net een vlag gehezen en ik hoorde voor de eerste keer zeggen, lang leven de koning. Ja, nou ja, dat is bijzonder. Ik moest dat wel even in mijn hoofd prenten, dat ik niet de fout in ging. Want we hebben natuurlijk net de abdicatie gehad. En ja, dan is het nu leven de koning. Dat is wel een heel bijzonder moment ook. Ja, heel aparte koninginnedag. En een hele bijzondere koninginnedag. Het is ook een beetje verspreid natuurlijk. De ene moment voor de televisie om even te kijken en het andere moment weer rondlopen en dit soort activiteiten doen. Dus een hele bijzondere dag. Ja. Wat gaat u zo doen? Want u zei weer, ja, ik moet opschieten. Ja, we gaan zo met de koets naar het Sint-Elisabeth. Daar zitten allemaal alle bewoners van Sint-Elisabeth te wachten. En gaan we daar ook weer de vlag hijsen en het Wilhelmus zingen. En er is daar ook een 100-jarige, dus die gaan we ook nog even feliciteren. Hele fijne dag nog. Dank. Wat hebben jullie vandaag voor speciaals in het assortiment voor Koningsdag? Nou, ik weet niet echt. We hebben allemaal dingen gewoon. Vertel, wat heb je allemaal? Tulpen. En ja, dat was het. Nou, en dit allemaal. En allemaal boeken en kleren en een tennistas. Wat wordt het voor koning, denk je? Ik denk gewoon dat het een goede koning wordt die allemaal goede dingen doet. Net zoals Beatrix eigenlijk. Er is iets aan de hand, er gaat iets moois gebeuren. Waardoor het hele land oranje zal gaan kleuren. Beatrix de koningin doet afstand van de troon. En ze draagt haar taken over aan haar oudste zoon. En wat is nou je topstuk vandaag? Wat het beste, het meeste op moet brengen? Of heb je dat al verkocht? Nee, we hebben daar armbandjes en kroontjes voor sleutelhangers. Die brengen wel het meeste. Ja, Irene de Boer van de, ja, van de Lage Vuurse. Ja, Stichting Welzijn, ja. De organisatie van deze dag. Heel apart, hè? Ja, heel apart. Ja, drukke tijd, maar wel erg leuk. Ja, we hebben een leuk programma de hele week al, vanaf vrijdag. En nu dan vandaag de leuke Koninginnedag. En ik denk dat het een feestje is al een paar dagen. Helemaal leuk. Ja, Hein van Oostrom, ja, van de Kastanjehof. Voorzitter ook nog. Ja, hoe is het voor jou? Ja, geweldig. Ja, geweldig. Dat wat Jeen zegt, we hebben aangehaakt met baard, natuurlijk 5 dagen lang feest. Ja. En dat hebben we toch voor elkaar weten te boksen met een klein groepje vrijwilligers. En heel veel gemeenschapszin, dus het is voor ons allemaal erg leuk, absoluut. Ja, ja. Heel speciaal, hè? De abdicatie is ondertekend. Ja. Ja, en over een poosje komt koningin Beatrix hier naar de post. En over een poosje komt... Ja, ik moet er nog een beetje weg. Ja, iedereen. Wie niet? Ja. Ja, ja. Over een poosje komt ze toch hierheen? Ja, ja, dat is, vinden we ook heel leuk. En we zullen ook... als daar zeg maar wenselijk is iets aan doen. Misschien is het wel zo dat ze het leuk vindt dat we een welkomstfeestje organiseren voor haar. Dat weten we niet. Maar eerst moeten we dat waarschijnlijk met de intendant kort sluiten of wat dan ook. We gaan toch een intendantfeestje. Nee, je moet kijken in hoeverre ze de privacy wil handhaven. Ja, maar ja. Nee, we zullen er iets werk van maken, absoluut. Ja. Eerst vandaag even een gezellige dag. Eerst vandaag even, ja. Hoe ver denk jij dat je zo meteen kan gaan klimmen? Ik weet helemaal het naar boven? Niet. Helemaal naar boven? Nee. Wel hoeveel? Ik weet het niet. Weet je het niet? Zullen we straks gaan kijken? Je best doen, hè? Ja. Dat moest je gewoon zo leren. Ja, ja. Klim naar boven. Ja. Ja. Dat is een beetje een klein hoor. Ja, klopt. Dat komt echt los. Wat heeft u nou speciaal voor Koninginnedag vandaag in het assortiment? Kijkt u eens, een mooie strik. He? Je wordt gewoon geridderd hier in de Oranjestraat. Is dat niet fantastisch? Mag ik u even ridderen? U krijgt het zo van ons. Andere mensen, 25 eurocent. Oranjestraat 11, daar staan we. Ik zal het niet heel voorzichtig. Nee, ik doe geen pijn. Ik heb ook nog een heel leuk zomerjurkje. Want de zomer komt er aan. Maar die is niet oranje. Nee, die is niet oranje, maar hij is koningsblauw. Voor een tientje. Wat voor spulletjes verkoop je allemaal? Ik verkoop ja, eigenlijk alles zowat. Tasjes, wiespellen en boeken. En hoe lang zit je hier al? Dat zou ik niet weten. Maar hoeveel heb je al opgehaald? Heb je al geteld? Ik heb volgens mij 27 euro. Oh.
U bent koning, hoor ik net. Ja, ik ben de koning van het dorp geworden. Ja. Dat is ook feest. Ja, dubbel feest. Ja. Supergezellig. Wat gaat u allemaal doen vandaag? En verkopen, hè. Verkopen en showeren. Ja. Ja. Ja, ja. Veel plezier. Dank u wel. Ben je bijna uitverkocht? Nou, de brownies gaan wel hard, maar we hadden heel veel cupcakes, dus... Brownies zijn lekkerder. Ja. Hoeveel heb je er gevangen? Eén. Was het moeilijk? Ja. En wat was er moeilijk aan? Omdat het gaat heel snel naar beneden. En ze doet ook expres dat is er daarheen. En op de laatste kan je zo niet vangen. Gemeen, hè? Ja. Wat is er aan de hand? Mag ik u vragen, waarom ziet er prachtig uit? Wat is het verhaal? Het verhaal is dat onze vriendin Lisbeth de Alpe d'Huez opgaat en daarmee geld wil inzamelen. Dat ook gaat doen voor het KWF, voor het kankerfonds. En daarom staan we hier nu ook, om dat natuurlijk ook geld in te zamelen. En u gaat de hele dag nu fietsen? We gaan de hele dag fietsen. En het is ook een beetje om warm te worden, want zo warm is het nog niet. Dus we wisselen elkaar lekker af. Maar ja, wat heeft een hofdame anders te doen? De ontslagen hofdame van de geabdiceerde koningin, die moet wat anders doen. Dus die gaat de Alpe d'Huez op fietsen. Vertel eens, wat hebben jullie hier voor lekkers? Oh, nou, gisteren hebben we zelf allemaal dingetjes gaan bakken. We hebben zelf appelflap gemaakt, wafels gebakken. En we hebben zelf slagroom geklopt. En aardbeidjes... Koning aardbeien en we hebben zuurstokken ingekocht. En maar we zijn het nu een beetje aan het verkopen, leuk. En verkoopt het een beetje? Ja, het loopt wel lekker. Ja, het gaat best goed. Hey, je moet eens even kijken hier. Wat is dit? Nou, dat hebben we poedersuiker, oranje poedersuiker, kleurstof. En als je het ergens opdoet, dan wordt het oranje. Wat heb je voor moois? Vlaggetjes en je mag glittertattoos en een zee sieraden. Hey, en hoe ga je dat doen dan met die glitters? Oh, dat is heel makkelijk. Een beetje een soort van lijn. Lijn. Dat je speciaal een lijm om op je hand te doen. En je hebt wel die dingen nodig om het op je hand te plakken. En dan kan je glitters erop doen en dan... Als je klaar bent, dan haal je het eraf en dan is het klaar. Hier staan de ministers dus allemaal klaar, de Rijksministerraad. Wat gebeurt hier? Nou, hier moet je geld op de sinaasappel leggen. En als dat 5 seconden lang kan, dan krijg je de inleg van de kom met water. Is dat zo moeilijk dan? Nou, het is wel moeilijk, maar het is soms wel een keer gelukt met 10 en 20 cent. Hey, niet!
de lage vuurs? Nee, helemaal niet. Mijn broer die woont hier. En hoezo hier Koninginnedag vieren? Ja, de lage vuurs, ja. De lage vuurs. Ja, ja, ja. En de gezelligheid. En we hebben lekker weer. En waar ik vandaan kom, wordt niet zoveel aan Koninginnedag gedaan, eerlijk gezegd. Nee. Heeft u een kraam? Of, nee, ik sta hier met mijn broer en mijn zus. Ja. Ja. Gezellig gewoon. Heel gezellig, ja. Absoluut. Biting my tongue, saying what I feel might come out wrong or might come out as blunt. Calling their ears, make it come up dumb. It's two balls, don't make a right. Juist! Woehoe! Yeah. Waar moet je die kaart aftekenen, weet jij dat? Mooi voor de opname. Heb je tijd? Ja, bijna. Gaan we huis? Ja. Er zit niet echt twee in. Oh, is oké. Okay. Nog een keer bij de vijf. Nog een keer bij de vijf. Goed zo. Ik had het leuk. Ja, je moet echt eigenlijk een goede vijf. Het is zo goed. Wat is dit? Niet cadeau. Ik heb een springtouw. Oké. Okay. Passen. Jij wil de blokken nog doen? Ja, dan moet je niet afschrijven. En ze noemen me Foxy Foxtrot. Zij de dansvloer lekker op. Al was het echt een vriend te spelen. Dan hou ik nooit meer op. Dan begint mijn bloed te kriepen. En de benen staan niet stil. Is hier zoveel mooi meisje. Dat heeft dansen en de wil. Oh Foxy Foxtrot, met je elastieke been. Namens Baren en Oranje heet ik jullie allemaal van harte welkom. We beginnen nu met Maaike van der Veer. 2 jaar geleden was zij kwartfinaliste tijdens The Voice. Mag ik voor jullie een grote applaus voor Maaike van der Veer. When somebody
van de